wat vind je van de stakingen in het openbaar vervoer? Nou, ik snap het op zich wel van de mensen die staken, maar het is wel een beetje lastig omdat ik gewoon naar school moet bijvoorbeeld. En dan kan ik niet op tijd naar school komen en dat is wel vervelend dan. Maar ja, ik snap op zich wel waarom ze het doen. Ja, aan de ene kant vind ik het goed, aan de andere kant vind ik het slecht. Mensen hebben natuurlijk wel gelijk met dat ze geld bij heel hebben. Alleen de andere mensen worden dupe ervan. Ja. Dus. Heeft u er persoonlijk last van dat er weinig of geen treinen rijden? Nee, ik niet, gelukkig niet. Nou ja, voordat we vertrokken hebben we alles al uitgestippeld. Dus ik hoop dat het in een paar dagen niet veranderd is. Maar we weten precies ons reisschema, ja. In hoeverre heeft u al hinder ondervonden van de staking? Hè? We hebben wel hinder ondervonden, maar dat was vorige week. Toen kwamen we vanuit Friesland naar huis. En toen staakten ze in de noordelijke regio, dat wisten we. En toen zijn we met de bus naar Zwolle gegaan. Met het idee van dan zou het goed gaan, maar dan hadden we toch nog problemen. Hebben we nog heel stukken met de bus moeten doen. Dus daar hebben we wel 2 uur meer reistijd gehad dan de bedoeling was. Ik had op mijn app gekeken. Daar had hij van een NS-spoor nog gepland. En dat gaat natuurlijk niet door, dus ik was hier al te laat. Dus ik had mijn trein gemist, dus ik was ook te laat op school en zo. En dat vond ik wel een beetje vervelend, ja, natuurlijk. Komt u op de plaats van bestemming aan? Ja, zeker. Ja. In hoeverre heeft u last van de stakingen bij NS? Op dit moment niet, want dit is mijn eerste dag dat ik weer reis. Dus. Ja, ik ga dagelijks met de trein 5 dagen in de week. In hoeverre heeft u last van de stakingen bij het openbaar vervoer? Ik had toevallig deze week dinsdag en woensdag last, omdat ik 5 dagen in de week werk van Almelo naar Apeldoorn. Dus dinsdag was regio midden aan de beurt, toen reed er geen trein. Ja. En gisteren was het oosten aan de beurt, dus toen reed er ook geen trein. Dus ik was helaas, kon ik 2 dagen niet werken. Ik heb ook van tevoren even goed gekeken of mijn trein rijdt, ja of nee. Heel verstandig. Dus, ja. In hoeverre slaag je erin om op je plaats van bestemming te komen? Goed, want de Blauwnet-treinen rijden nog, dus daar gaan we gewoon mee. Ja. Dus ja, dat gaat goed. Ja. Nou, het is natuurlijk, de prijsstijgingen die zijn natuurlijk zodanig dat er toch weinig compensatie plaatsvindt voor deze beroepsgroep. Plus dat de laatste jaren ook heel weinig is gedaan voor deze beroepsgroep. Dus de salariering is toch wat achtergebleven bij datgene waar ze naar mijn idee recht en misschien wel behoefte aan hebben. Dus de stakers hebben wat u betreft een punt? Wat mij betreft wel. In hoeverre lukt het je om op de plaats van bestemming aan te komen? Ja, tot nu toe lukt het op zich wel. Het is gewoon soms dat ze niet zo vaak meer rijden. Maar zoals volgende week doen ze een hele dag niet volgens mij. En ja, dan kan ik dus gewoon niet naar school. Mijn ouders kunnen me niet brengen, want die zijn ook gewoon aan het werk en zo. Maar... Heeft u begrip voor het personeel dat gaat staken? Ja, een beetje moeilijk. De ene kant wel en de andere kant niet. Want ja, als iedereen nou zo doet. Denkt u dat ze eruit komen? Ik denk van niet. De komende week, als ik nu lees op het nieuws, denk ik voorlopig nog niet. Ja, het is eigenlijk best wel vervelend. En ik heb ook gehoord dat dat nu ook nationaal gebeurt. Dat gewoon helemaal geen treinen meer gaan rijden. Dus nu weet ik ook niet hoe ik naar school moet komen. Van op de hoogte dat volgende week het streekvervoer gaat staken? Nee. Nee, ben ik niet op de hoogte. Nee. Dus dan wordt het wellicht voor jou nog moeilijker? Ja, dat om te reizen. Denk ik wel. Ja, dat klopt. Ja. Wat doe je dan als alternatief? Nou, ik denk dat ik dan wel door een van mijn ouders word gebracht. Ja, klopt. Heb ik gelezen. En wat vindt u daarvan? Ja, ik leef altijd in het moment van nu. Dat zie ik volgende week wel. U houdt zich daar niet zo mee bezig? Nee. Dus ook de bussen, ja. Dus ja, ik heb het nu heel moeilijk met naar school komen en zo. Dus ja, want ik kom nu helemaal uit Friezenveen. En ik moet helemaal naar Hengelo toe. Ja, op voet dat lukt dat niet. Nee. Ja, dat zou wel vervelend zijn. Ik weet niet of ik dan nog naar school kom. Ja, en wat zou dan een alternatief zijn? Nou, ik heb geen rijbewijs. Dus niet, denk ik. Dus je komt gewoon niet op school? Ik denk niet dat. Ja, maar natuurlijk heel toevallig mijn moeder mee kunnen, maar ik denk niet dat dat echt kan. Wat vind je van de stakingen in het openbaar vervoer? Ik weet niet hoeveel ze verdienen. Als ze heel weinig verdienen en ze elke dag bezig, dan snap ik dat wel. Wat vindt u van de stakingen in het openbaar vervoer? Nou, heel vervelend, maar ik begrijp het aan de andere kant wel weer. En in hoeverre heeft u daar dan last van? Ja, daar heb ik last van, want ik werk af en toe, of ik maak af en toe gebruik van de treinen naar Zwolle. Maar dan pak ik de auto, dus geen probleem. U heeft in ieder geval een alternatief? Ik heb altijd een alternatief. Kunt u een beetje inschatting maken hoe de problemen zijn ontstaan? Ja, ik denk cao, lonen. Ik denk dat het daaraan ligt. Ik denk als NS een beetje goed is voor zijn werknemers, ook qua salaris en de werkdruk, misschien verlaagt dat deze arbeidskrapte in NS dat
makkelijker was geweest om mensen aan te nemen, te werven, door te laten stromen, dan hadden we dit ook niet gehad. Volgens mij omdat ze zijn het gewoon niet eens met regels die er voor hun zijn opgesteld en zo. Maar dan ben je denk ik voorbereid? Misschien kan ik wel wat regelen of zo, maar we zullen wel zien hoe het loopt. Nou, ik denk als mensen echt problemen ermee krijgen, dan gaat de overheid op een gegeven moment dat ze toch wel hun zin krijgen. Want ja, anders kan het ook niet. Als niemand meer naar werk, school, alles kan gaan, denk ik. Wat vind je van de stakingen op zich? Ja, ik vind het op zich wel terecht. Ik heb er wel een klein beetje over in gelezen. Want dan, je ziet bijvoorbeeld wel dat die topmannen bij de NS allemaal echt veel meer verdienen. Dus ik denk als die gewoon een klein percentage inleveren, dan leven die ook nog als koningen. En dan kan de rest van de werknemers denk ik ook gewoon genoeg verdienen. Denk het wel, want als het zo doorgaat, dan wordt het publiek ook steeds meer onrustig. En dan heeft de NS dan ook het probleem niet alleen met hun personeel, maar dan ook met de omgeving, met de reizigers. Heeft het personeel van de NS een punt dat ze gaan staken? Voor zover jij kunt bekijken? Ik denk het wel. Alleen, het is wel een beetje voor de mensen. Het is wel een beetje irritant. Want je wil wel gewoon op de plek komen waar je heen wil. Verwacht je dat de partijen tijdens de onderhandelingen eruit komen? Ik hoop het. Ja, ik denk het wel. Ja, denk ik. Ja. Nou, ja. Dat klinkt hoopvol. Ja, nou, ja.